Hallo allemaal. Hier heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Een nieuwe tutorial. En ik wil eigenlijk eventjes dit keer aan de slag met de Mika poeders. Dat heb ik in het verleden heb ik dat ook eens een keer gedaan. En nou, ik had dat nog niet echt. Ik had nog niet echt een idee wat ik daarmee kon doen. Maar sinds kort zijn er weer wat nieuwere dingen in de winkel te verkrijgen, in de shop te verkrijgen bij Margot. En daar ben ik eens eventjes mee aan het stoeien gegaan. En dat is deze kaart geworden. En ik hoop dat jullie dat een beetje goed kunnen zien. Dat is met een soort pasta, laat ik jullie zo zien. Waarop je mica poeders strooit, verhit en dan krijg je een hele mooie... Ja, een mooie diepte in je kaart. Dat gaat helemaal opbubbelen. En nou, ik laat jullie dat... Nogmaals, ik laat jullie het zo zien. Dus dit gaan we doen vandaag. En dan zet ik even de kaart hier neer, hier tegenaan. Daarvoor gebruiken we verschillende mica poeders. Van, in dit geval, van Sweet Poppy. En dan moet ik eventjes mijn bril erbij af. Want dan kan ik dat beter aan jullie... vertellen. Even kijken. De paarse, dat is de amethyst. Dan hebben we de blush pink. De golden dust. En de iridescent peacock. Dus de paarse, de roze, de goudkleurige en de, ja, de tielkleurige. Op zich zijn het hele mooie kleuren bij elkaar. Die ga ik straks strooien op een Stencil Dimensions pasta. Dit is de kleur Peach. Ze zijn in allerlei kleuren. Ik heb ook een transparant net binnengekregen. Daar ga ik er binnenkort eventjes mee aan de slag. Dus dit is de pasta waar je het in strooit. Ik gebruik, denk ik, maar dan moet ik even kijken hoe het loopt, nog wat Elements. De Violet Chalk, de Russet Orange en de Bermuda. En ik denk dat ik nog wat Nouveau Drops gebruik. En wat Liquid Pearls van Ranger. Nou, voor de stencil straks, om de mica's goed te laten glanzen, heb ik een speciale borstel aangeschaft. Die heb ik nog niet gebruikt, dus ik ben heel benieuwd... hoe dat die straks werkt. Hele mooie, mooie zachte borstel. Die wil ik ook eigenlijk daarvoor houden. En niet gewoon mijn brusjes waar ik ook mee mijn inkt ga doen. Mijn stencil tape ik straks af met een stencil tape van Woodware. Dit is, zit 25 meter op, mooi 2,5 centimeter breed. Dus dat laat ik jullie straks ook even zien. We hebben nodig een kwastje om de mica's aan te brengen. En dan pakken we deze er even onderweg. En dan hebben we het volgende nodig. De spreader. Dat is een... Dat kan je ook met andere dingen doen hoor. Maar dat heb ik dus geprobeerd. Ik had zelf een of andere ding gemaakt. En ik kreeg mijn pasta er niet mooi over verdeeld. Dus... En aangezien ik toch wat meerdere My Sweet Poppy stencils heb en wat met die pasta wil gaan doen. Ik denk, nou, dan is dit misschien een investering. Hij zal wel wat glinsteren in beeld, sorry. Maar, dus die gebruik ik ervoor. Ik heb verschillende cirkels uitgesneden. Omdat ik jullie graag wil laten zien. De Sweet Poppy mal stencil. En dat is de Honeysuckle Circle. Nou, hele mooie naam. Met heel mooie bloemen. En hij is inderdaad ook, ja, inderdaad mooi rond. Dus ik vond dat hij inderdaad dan op een cirkel moest gaan komen. Dus dat gaan we ook doen. De cirkels heb ik uitgesneden met de snijmaal. Van Creative Expressions. Die heb ik al heel lang.
Nou zijn dit eigenlijk de maten van de cirkel. Alleen, ik vond die rand een beetje te dik. Wat er dan overblijft. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de kleinste cirkel gepakt van de twee. En wat je dan uitsnijdt bij de eerste cirkel is inderdaad dat scherpe randje. Zo groot wordt je cirkel. Dus vervolgens leg je hem weer opnieuw op het papier. En dan teken je met een potlood de buitenste rand om van de kleine cirkel. En dan heb je een tussenmaat. En even kijken. Kijk, dan is die rand iets minder breed. En dan kan je hem op de grote cirkel gaan plakken. Ik heb die onderste twee nog wit gelaten. Omdat ik eerst eventjes wil kijken hoe mijn mica straks uitvalt met de kleuren. En dan kan ik altijd nog de randen gaan kleuren met een inkpad. Wat er ook maar naar mijn idee bij past. Dus deze leggen we even de kant. De cirkels leggen we even aan de kant. Wat je ook nog nodig hebt op de achtergrond. Dat is een bak met water. Zodat je wanneer je de pasta's hebt gebruikt. Gelijk je stencil in het water kan leggen. Want anders dan droogt dat op je stencil. En dat is niet zo handig daarvoor. Dus pak even een bakje met water. En dan kun je het er zo in leggen. Nou, dan ga ik even weer improviseren. Ik heb dus weer mijn magneetvellen. Nog steeds in het plastic. Daar leg ik dus gewoon een wit papiertje op. En dan ga ik kijken hoe mijn cirkel, mijn maal hier het mooiste opkomt. En ik denk dat hij zomaar moet. En dan blijft hij heel mooi strak liggen. En ook dat er zo min mogelijk pasta onderschiet. Nu ga ik het wel aftapen. We hebben tenslotte niet voor niks onze stempeltape. Nou, zoals jullie zien, ik heb het nog niet gebruikt. Even een beginnetje maken. Daar dus niet. En daar hopelijk wel. Ja. Nou, die er maar even af. En dan ga ik hem toch vasttapen. Even mijn hulpmiddeltje. En in dit geval hoeft het maar... hoeft het niet allemaal dubbel behalve aan de bovenkant. En dan zal ik jullie zo even laten zien waarom. Eén aan de onderkant. Oh, we gaan niet over het patroontje, want anders dan... Hebben we straks geen goede kaart. Nog steeds goed in beeld. Ja. Ik doe nog één aan de bovenkant. Want daar komt namelijk straks je pasta op. Want dat smeer je niet gelijk op je stencil. Dat trek je straks van boven naar beneden over je stencil. Ik vond het heel bijzonder toen ik die kaart voor het eerst maakte. Ik denk, nou, dat is ook weer een techniek wat ik nog niet eerder had gedaan. En vooral als je straks met die heatgun erover gaat, ja, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Tenminste, ik hoop dat het lukt. Maar goed, daar gaan we wel gewoon vanuit. Oké, dus stencil tape, altijd handig. We gaan het nog een beetje aandrukken. Want er moet natuurlijk niks onderschieten. Nou, dan hebben we, en dat ben ik vergeten om te zeggen, nog even een spateltje nodig. Om nu je pasta aan te brengen. Ik schiet even door beeld. Heb ik verder alles bij de hand? Ja, volgens mij wel. Dus dit is speciale pasta. Ook van Sweet Poppy. Stencil Dimensions. Peach. Peach Pearl. En nou, jullie zien het zo, hoe het gaat werken. Oké. Nou, die er maar af. Het is een vrij, zoals jullie zien,
een vrij glossy pasta. Ik zal het nog even roeren, want er zit wat vocht bovenop namelijk. Het moet ook echt in een luchtdichte container moet het bewaard worden. Nou, hier wordt het natuurlijk in verkocht. Want anders dan heb je met zoveel van die producten, dan droogt het uit. En ja, dat wil je natuurlijk niet. Dat is allemaal maar zonde. Nou, je brengt wat dotjes aan op je tape. En dan lijkt het heel veel van, ja, het potje is bijna leeg. Maar, nou, je zal zien. We doen dat straks zo weer in de container. Container in het potje. Niet in de container afval, maar in het potje. Dan pak ik nog wel even een billendoekje. Die had ik nog niet klaargelegd. Dat is voor noodgevallen. En dan pakken we onze spreader. Er staat wat ingedrukt. Sweet Poppy. En de spreader. Dus die hou je ook aan de bovenkant. En je doet hem in een hoek. En je plaatst hem straks zo boven de pasta. Dus niet plat. Je hoeft het er niet in drukken. Maar je zet hem neer en je trekt het. Dan moet ik even met één hand van mijn papier gaan schuiven. Je trekt het erover. En dan nog een keer. En dan geef je een beetje meer druk en dan schraap je het er ook weer af. Kijk, en dan kun je al dit pasta, wat op je spreader zit, kun je gewoon weer hergebruiken en je doet het weer in het potje. Want ons bezuinig en we gooien niks weg. De spreader gaat zo, tenminste als ik dit er zo afkrijg, ja, die gaat in het water. En ook dit schrapen we er nog even af. Zonder om dat allemaal weg te gooien. Oké. Even draaien. Kom, dan heb je, zeg ik, zo'n groot bureaublad. Nou, ik kreeg er geen grip op. Kom op, jongen. Even aan de bovenkant nog. Oké. Ook mijn pallet knife gaat in het water. Goed, de deksel er weer op draaien. Ik zal eventjes weer. Ja, die zit goed. Nou, dan gaan we de stenceltape verwijderen. Doen we maar eerst eens even de zijkanten. Zo. Dan de onderkant. Eén bovenkant. En de ene strook laat je nog even zitten. Dan zal ik jullie laten zien dat je hem dan wat makkelijker van je magneetsheet afkrijgt. Nou, wat ik zelf doe, ik til hem een beetje op, zodat ik mijn stencil wat goed op kan pakken. Ik kan nog net mijn nagel op het papier zetten en ik trek hem omhoog. En daar is onze mooie kaart. En nu kan de strip eraf en de stencil gaat ook in het water. Dus dat hebben we gehad. Oké. Magneet sheet kan er onderweg, dat hebben we niet meer nodig. Tenminste voorlopig niet. Niet meer bij deze kaart. Ik zal nog even een beetje gaan poetsen. Huppakee. Nou, vingers schoon. Ja. En nou komt het mooiste. Dan gaan we dus met de mica's aan de gang. Ik breng de mica's aan met een penseel. Alleen ik kom natuurlijk niet in het. Oh, ik kom niet aan het poeder. Ik tik het er straks op. Eerst moet ik niet te hard strooien met dat spul. Dan vliegt het alle kanten op.
Nou, dan gaan we eens even kijken wat voor kleuren wat we daarvan gaan maken. Ik vind, ja, ik heb iets met paars, dus moet ik iets hoger? Nee, jullie zien het, hè, zo. Een klein stukje misschien nog. Tuurlijk. Huppakee. Nou, ik begin met paars en ik tik dat, zoals jullie zien, op de bloem. En het hoeft niet netjes. Je flipt dat er gewoon op. Alles wat je paars wilt, dat doe je eerst in het paars. Dan hebben we hier nog een stukje. Ik was bij de andere kaart, ja, dat was voor mij voor het eerst, was ik een beetje zuinig, maar om toch wat meer kleur te krijgen, mag je best wel wat royaal zijn. Deze doen we ook. Dat vind ik ook een mooie bloem voor een paarse kleur. En zo vul je eigenlijk je hele pasta met mica. Deze kleintjes vind ik ook nog wel leuk. Nou. En dan hebben we hier nog een klein strookje. Nou, ik vind dit eigenlijk wel genoeg paars. Doen we daar maar eens de deksel op, want anders gaat het straks wel behoorlijk mis. Die kan even aan de kant. En nu maak ik wel even tussendoor mijn kwastje even op een keukenrol. Ik zal het even laten zien. Kun je gewoon een beetje afvegen. Want anders heb je straks van het kruisbesmetting heb je allerlei kleuren door elkaar. En dat kan niet de bedoeling zijn. Oké, wat gaan we nu doen? Nu gaan we eigenlijk een beetje met de tiel. Dus hetzelfde verhaal. Je pakt het op met je kwast. En dat gaan we gebruiken voor deze bloem. En voor deze, want dat is dezelfde. Ja, en als je dat voor het eerst doet en je gaat er straks met de föhn over. Nou, dat is zo'n mooi gezicht. Niet alles blijft straks bol staan. Het zakt ook wel weer in. Dit als dat je een cake bakt, zeg ik altijd. Zo. Dan moeten we hier nog een beetje. Wat blaadjes even in de tiel. Daar nog even wat blauwigs. Nou, ik dacht dat dat zo wel wou. Dus dit was de tiel. Daar weer de deksel op. Nou, en ook dit is dus in meerdere kleuren. Wat je maar leuk vindt. Nu gaan we de roze gaan doen. Even kijken. En dan werken we hem straks af. Met een beetje goudkleurig mica. Je kunt, dat laat ik jullie in een volgende video zien, je kunt ook heel mooi met de mica gaan inkleuren. Alleen wat er nu wel is, en dat was voor een poosje terug, was dat er nog niet. Tenminste, ik wist niet dat het er was, maar Margot kwam er opeens mee. Dan wanneer jij zonder... nee, ik moet zo zeggen, wanneer jij... wou inkleuren met mica en je ging het aanlingen met water, dus je maakte dan een verfje van en je gebruikt het op je papier, dan is het schitterend mooi. Alleen wanneer het ging drogen, dan moest jij je mica toch fixeren, net als met de pan pastels. Want deed je dat niet, dan wreef je er gewoon met je vinger over en je hele mica was weer weg. Dus dat bleef maar aflaten.
En daar is nu, maar wat ik weet, is daar een speciaal een binding voor. En dat is een lijmverbinder. Dus tussen de mica en tussen het papier. Dan maak je gewoon een beetje mica op een plastic sheetje. Daar doe je een druppeltje van dit spul bij. Je mengt het en dan hoef je je mica's niet meer te fixeren. Maar dat is voor een volgende keer. Maar dat ga ik jullie dan ook laten zien. Nou, we strooien het af met een beetje goudpoeder. We houden tenslotte van bling bling. Wat maakt dat uit? Huppakee. Nou, zoals je ziet is het een dikke jambol hier zo. En dat is ook wel eens een keer lekker als je dat niet gewend bent. Want ik ben altijd een beetje pietje precies. Een beetje te. En dit is gewoon heerlijk om daar eens eventjes lekker zo mee aan de gang te gaan. Nou, ik vind het eigenlijk wel genoeg. Dan gaan we de kaart even aftikken. En dan gooien we het weer op. Dus we verspillen eigenlijk zo weinig mogelijk. Kwastje weer schoon. Huppakee, die kan weer in mijn kwastenpot. Nou, moeten we even omdenken dat ik niet met de handen in de pasta zit. Nou, zoals je ziet komt er behoorlijk nog wat vanaf. Maar dat is helemaal geen probleem. Want we pakken ons tweede blaadje. We maken er even een foutje in. Een vouwlijntje in. En we gaan het er gewoon nog weer een beetje overstrooien. Oké. En dan gaan we het nog een keer aftikken. Zodat ik het papier te pakken krijg. Nou, en dan valt er altijd wel wat poeder naast. Ik zal even, dat is mijn schaartje, even mijn schaartje pakken. Oké. Nou, dit gooien we weg. Want als we dit in de kleren krijgen, daar worden we niet heel vrolijk van. Je zou dit natuurlijk nog kunnen bewaren, hè, voor, om mee te kleuren, om in te kleuren. Maar, nou ja, dan moet ik weer allerlei dingen gaan pakken. En dat gaan we me nu even niet doen, want anders wordt de video straks 2 uur. Oh, ik wil zeggen, mijn batterijtje van mijn stofzuiger is ook bijna leeg. Maar hij doet het nog. Nou, nu krijgen we het tovergedeelte. Ik vind het echt, ja, ik vind het heel bijzonder. Nu pakken we de heat gun. Oké. En die moet eigenlijk even een beetje warm worden. Dus ik maak even wat lawaai. Maar hij moet eerst even goed warm worden. En dan weet je straks niet, hoop ik, wat je ziet. Nou, volgens mij komt hij al aardig op temperatuur. Je begint, ik zal hem een beetje bovenin houden hier. Even kijken of het goed zit. Je houdt hem ongeveer, nou, 4 centimeter, 5 centimeter van je kaart op één plek. Dus je gaat niet heen en weer zwiebelen op één plek. En nou zie je de pasta omhoog komen. Ik vind het zo mooi om te zien, dit. Dan laat je hem er nog even op en dan ga je verder naar het volgende stukje. Niet te lang, want anders heb je kans dat je pasta knapt. En dat wil je niet. In bepaalde gedeeltes zal je zien dat het ook weer inzakt. Maar dan gaan we er nog een keer weer over. Zo bijzonder om te zien dit. Dit heb ik niet zelf bedacht. Dit kwam ik ook tegen.
En het schijnt dat deze techniek is geboren uit een foutje. Die persoon schijnt ergens mee bezig te zijn. En ja, toen kwam ze erachter dat deze pasta zo ging opbollen. En dat is natuurlijk ja, prachtig mooi om te zien. Dan moet het straks wel even afkoelen, want als je hier te snel overgaat, dan heb je het spul, kans dat heel spul knapt. En dat willen we natuurlijk niet. En aangezien er ook best wel heel veel vocht in zit in die pasta, hè, maar jullie zagen net dat er wat water op het spul zat in het potje, moet je ook eventjes aan de achterkant verhitten. Hij staat natuurlijk nu heel erg bol. Ik doe er ook niet te lang over, want het ding is een beetje erg heet aan de vingers. Nou, eigenlijk moet hij zomaar afkoelen. Volgens mij, zien jullie, zit er aardig wat diepte in. Ja, ik heb de neiging om dan nog weer aan de gang te gaan. Maar in principe is het beste dat je dit nu een kwartiertje, 10 minuten, een kwartiertje laat afkoelen. Dus ik ga zo eerst even wapperen. En we kletsen maar even wat. En dat hoeft geen kwartier te duren, maar het moet wel eventjes, het moet wel even tijd hebben. Dus ik hoop dat jullie hier ook net zo verbaasd over zijn als dat ik ben. Maar ik vond dit zo mooi. En dit kende ik ook helemaal niet. Ik had het al wel eens geprobeerd met gewone pasta, maar dat werkte dus niet. Dus je hebt echt, dat werkt echt alleen met de Stencil Dimensions. Of een soortgelijke pasta. Want ik heb net gisteren, had ik nog een bestelling gedaan bij Margot. En dan zal ik even dat potje openmaken. En dat is met een transparante. Want ik wil proberen om dat dan zelf op kleur te gaan brengen. Ik weet niet of dat lukt. Maar ik heb hier zoveel inkten staan en refillers. Dus ik denk, als ik nou zo'n transparante potje neem. Dit is gewoon pearlescent white. Dus dit zal wel een beetje glanswit zijn. Als ik dat zo zie. Een beetje paramoor, ik weet het niet. Maar ik denk als ik daar nou eens een druppeltje inkt door meng. En dan bijvoorbeeld dat aanbreng op een kaart. Nou, misschien dat dat wel iets is. Dat ga ik dan ook proberen. En dan kun je gewoon, ja, dan kun je eens een keer ook andere kaarten maken. Ik vind, ja, ik hou van verschillende technieken. Maar ja goed, we houden van zoveel dingen. Hè? Dat is het probleem nou net. Dus dit is de gekleurde. En dat heeft Margot in allerlei kleurtjes. En dit is de grote. Kijk, zoals jullie zien, ja, hier zit volgens mij wel 3 keer zoveel in. Ja, nou ja, inderdaad. 150 en 50. En nogmaals, al het overtollige. Want je hebt gewoon heel weinig nodig voor op je kaart. Dat schraap je gewoon met je spreader. Schraap je dat er weer af. En je doet dat weer terug in het potje. Alleen wanneer je natuurlijk zelf een kleur mengt, moet je dat natuurlijk niet weer terug doen in de oorspronkelijke pot. Kijk, stel dat ik deze straks leeg heb, dat potje, dan maak ik hem schoon. En dan zou ik wat ik op kleur heb gebracht, zou ik hierin schrapen. Zodat je dan alsnog de pasta weer kan gebruiken. Oké. Nou, moet ik even op zoek naar mijn stukje keukenrol. En die hebben we hier. En dan doen we het volgende fase. Beetje in model. Ja, volgens mij is die aardig afgekoeld. Nogmaals, ja, 10 minuten kwartier zou ideaal zijn. Maar goed, dat hebben we even niet voor de video. Ik hou mijn kaart vast. Ik pak mijn borstel.
En ik ga er lichtjes over. En je zet de mica wat achterblijft eventjes weer terug op je keukenrol. Dus je gaat weer terug naar je keukenpapiertje of een oude doek. Zachtjes erover, niet te hard drukken, van dan druk je het hele spul weer dicht. En plat. Even weer afzetten. En dan ben ik zelf nog één ding vergeten. En ik had er eerst even met zo'n antistatische zakje over moeten gaan. Maar goed, mag de print niet drukken. Kijk, je kan er inderdaad net zoveel of weinig poeder over gooien als je wilt. Maar hiermee ga je hem eigenlijk een beetje mee polijsten. Nou, en als je denkt van nou, ik vind het prima zo. Nou, dan stop je er gewoon mee. Niet te hard drukken, hè. Want dan druk je al die mooie bubbeltjes weg. Nou, en eigenlijk vind ik hem zo heel mooi. Dus dit is al het resultaat van de pasta, de mica's met, en de heat gun. Kijk, ondanks dat het een beetje is ingezakt, geeft het toch nog een bepaalde dimensie. De kleine bloemetjes blijven wat meer staan. Het is net of er een vliesje over ligt. Ik vind het zo bijzonder. Nou, wat ik nu even ga doen, omdat hij natuurlijk nog een beetje bolt. Ik breng hem een beetje in model. En ik ga hem direct even op zijn eerste schijven, denk ik, plakken. Maar dan moet ik even bedenken. Even mijn borstel schoon. Nou, die gaat gewoon weer in zijn houdertje. En deze hou ik dus om de mica's weg te poetsen. Dus deze moet eventjes weg. En dan wil ik eens even kijken. Ik denk dat ik een mooie lila rand erom maak. Dan heb ik hier nog een smerig papiertje. Die. Dan pakken we even de rand. Sorry voor mijn arm. Zien jullie? We hebben hier twee. Dus ik pak even de middelste. Deze leggen we even aan de kant. Dan kan die nog een beetje nakoelen. En ik pak mijn paarse Lavinia brush. Mijn Elements. En ik ga daar eens eventjes een randje mee maken. Ik wil hem niet zo donker. Nou, een beetje kleur mag dan natuurlijk wel op. Het mag ook best wel wat vlekkerig zijn. Dat is helemaal niet erg. En je hoeft hem niet helemaal te kleuren. Want je ziet toch alleen maar het randje. Zo. Even kijken hoe dat alvast staat. Nou, dat komt wel goed volgens mij. Zo. Hebben jullie dit trouwens de nieuwe Lavinia stempels al gezien? Je kan ze nou pre-orderen bij Margot in de shop. Maar die zijn zo mooi, zo mooi. Dus ik kan niet wachten tot die weer binnenkomen. Eigenlijk kom je gewoon tijd tekort, hè, met zo'n hobby. Maar je continu komt er weer wat nieuws. En het ene nog mooier dan het ander. Kijk, dan kun je wel zien. Ik heb... een stencil heb ik ingekleurd vanmorgen. En schijnbaar heb ik daartussendoor niet goed die stencils schoongemaakt. Dus die kleur paars valt nu een beetje anders uit. Omdat dat natuurlijk nog op mijn borstel zat.
Maar ik vind dat niet erg. En ook al is het een beetje vlekkerig, dit hoeft niet feilloze geblend te zijn. Dus ik ga daar nog gewoon eventjes een keer weer over. Net zolang dat je tevreden bent. Nou, volgens mij moet dit aardig kunnen zo. Ja hoor. Deze kan weer terug. Kwast kan er weer in. Hoppakee. Nou, en wat ik nu ook zelf nogal leuk vind, dat bedenk ik dan zomaar weer, is even een beetje wax. Ja, dan pak je een potje en dan pak je net de verkeerde. Dat is altijd zo. Nou, kom op jongen. Ik heb hier een beetje goud wax. Gilding wax. En dit is van PBO. Daar werkt Crafters Companion werkt er heel veel mee. En wat ik dan ga doen, ik neem een beetje op mijn vinger. Tip het af in het dekseltje. En ik ga eventjes de randjes aanzetten. Eigenlijk is het net of je een beetje te veel boter aan je mes hebt. En dat schraap je weer een klein beetje terug in het boterbakje. Het geeft net even een andere uitstraling als je zo'n randje even wegwerkt. Ook dit hoeft niet helemaal super netjes. Oké. Nou, deksel er weer op. Even de vingers schoon. Voordat ik alles eronder smeer. Zo. Op zich is dat hele mooie wax van, ik heb er al heel lang. En dit droogt totaal niet in. Het blijft heel mooi, mooi soepel en smeuig. Dus ja, het is een investering, maar het was wel de moeite waard. En soms dan koop je dingen en dan denk je van, ja, dan wil je het gebruiken. En dan is het uitgedroogd of weet ik veel wat allemaal. Kijk, en nu kunnen we deze erop plakken. Dus dat gaan we ook direct even doen. Kan die ook? Ja. En dat kun je doen met tape, maar dat kun je ook gewoon doen met lijm. Ik doe het met lijm. Ik zal jullie even weer een schoon blaadje geven. Hoppakee. Nou. Nog steeds goed in beeld. Ik heb de neiging om weer naar beneden te gaan, maar dat moet even zo. Nou, we zullen eens even kijken hoe ver dat we hiermee komen. Beetje schuiven. Nou, het is toch net een tegeltje, als je het zo ziet. Ik druk nog niet op de pasta, maar ik druk eventjes op de rand. En tussen de bloemetjes in. En als ik nou straks denk van die rand zit nog niet helemaal vast, dan piep ik daar nog een beetje lijm onder. Maar dan zit dit alvast even. Want ik wil namelijk even het volgende doen. En dat is, ik pak even een klein kwastje. Is dat deze? Moet ik even kijken. Of heb ik er nog één? Meestal heb je zoveel van dat spul. Dan, oh ja, ik heb hier er nog één. Die wil ik ook even. Kijk, je hebt natuurlijk nog dat die randjes nog niet helemaal goed aansluiten. Maar dat ga ik straks wel even doen. Ik wil het een beetje bij. Niet bij gaan kleuren, maar een beetje meer eruit te laten springen. En dat probeer ik als volgt. Ik pak wat inkt. En eens even kijken wat hij hiermee doet.
En ik tik op bepaalde punten met die brush. Het is gewoon een verfborstel. Geef ik even wat meer kleur. En ik denk dat moet gewoon kunnen. Zo. En dat vind ik dat ook wel leuk om dat hier mee te doen. En een beetje nog met de blaadjes. En dan wil ik die teal kleur, die wil ik ook nog eventjes aanzetten. Die oh, de verkeerde achterin. Even opletten. Dan moet ik alleen even kijken waar ik die teal kleur heb, volgens mij. Want die had ik nog net niet gepakt natuurlijk. Even kijken welke kleur dat is. Volgens mij was dat deze, de mermaid. Nou, en deze kwasten die zet ik straks gewoon eventjes in een bakje met water hier bij me. En dan heb je ze zo weer schoon, want dit is allemaal inkt op waterbasis. Dus die gaat hierin. Nou, dat kan ik jullie direct laten zien en dan is die weer schoon. Kijk, zie je? Is geen kleur meer te bekennen. Dus dan is die direct schoon voor de volgende keer. Die kan daar weer in. Pakken we ons ander kwastje. Daar nemen we een beetje mee op. En dan gaan we hierover. Kijk, dan heb je nog steeds die uitstraling van die mica. En dan, hoi. Dan heb je toch nog een beetje meer kleur. Blijf eens even liggen. Niet dat ik er met mijn handen in moet. Dat kun je natuurlijk met allerlei andere kleuren ook gaan doen. Totaal geen probleem. Wat jij leuk vindt. Het hoeft ook niet met de elements. Wat voor een dat je zelf maar in huis hebt. Nou, ik vind hem wel goed zo. Je kunt daar alles gewoon voor gebruiken. Als je gewoon de basis hebt, de pasta hebt. Dimensional pasta. En je hebt een aantal mica's. Dan kom je heel ver. Vervolgens wil ik nog even heel voorzichtig. Met een stukje keukenrol erover, want dit wil ik namelijk niet in mijn borstel. En als ik een keer een wit papiertje gebruik, dan heb ik daar dan strepen op. En zo komt hij er dan uit te zien. Nou, vind je dat nog niet geen mooi effect? Ik vind het echt prachtig. Die gaat vervolgens zo hierop. En ik weet nog niet, misschien moeten we die wel wit laten, maar nou ja, dat is iets wat ik later nog wel even bedenk. Ik laat jullie sowieso deze kaart ook nog zien als die helemaal af is. Maar het gaat eventjes om de techniek, dat jullie zien wat je ook met deze pasta's kunt gaan doen. En met de mica's. Ik zal hem nog even weer, want inkt is nu wel droog en wat erop zit, is er overtollig op zit, is er wel af. Nog even weer een beetje op polijsten. Ja, dit gaat wel goed. Zo. Kijk, en je kan natuurlijk, dat wil ik jullie nog even laten zien. Ik denk ik vergeet wat. Je kan natuurlijk nog eventjes wat accentjes geven. Met de drops. Even kijken hoor, doen we daar de blauwe in. Daar doen we de blauwe in. Oké. En dan doen we... Daar doen we straks eventjes de brons in. Even kijken, hier een druppeltje brons. En hier nog.
En bij de kleine blommetjes. Nou, ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke techniek vinden. En dat je denkt van, nou, daar ga ik ook eens mee aan de slag, bij wijze van. En toevallig vond ik deze Sweet Poppy stencil er heel mooi voor. Maar je kan het natuurlijk ook met veel, veel andere stencils gaan doen. Nou, zo vind ik hem eigenlijk wel goed. Want meestal weet ik van geen ophouden. Misschien nog een beetje meer van dit blauwe erop. Blauw-paars. Daar nog een klein stipje. Want dan is alles wat meer in balans. Daar. Nou, zo vind ik hem eigenlijk wel goed. Dus daarom zeg ik, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En ik zou zeggen, heel veel plezier bij het kijken. En de volgende keer kom ik terug en dan laat ik jullie zien hoe je met de mica's en de gum, de binding gum, kunt inkleuren. Nou, wens jullie nog een hele fijne dag, heel fijn weekend en heel snel tot de volgende keer. Doei!